Deze I'm in love met deze. Die zou wel kunnen. Hij is echt klein, maar je kan er zo leuk overheen kijken. Leuk. Goedemorgen guys, het is vandaag dinsdag. Het is een hele gehaaste ochtend. Nou en ik, jij doet niks Wout. Nee, weet ik. Maar Zoe en ik zijn onderweg naar Friends of the Brands. Een superleuk event weer. Ja, je moet over de brug en dan, als het goed is, naar... Hij zegt naar rechts, maar dat mag helemaal niet. Hier mag ik rechts. Nee, hier moet je naar rechts wel, maar daarna. Daarna moet je naar links. Oh, hier moet ik naar hier links. Naar links moet je. En als we hier al een plek zien, zou het echt top zijn. Die we echt niet gaan zien. We hebben echt super erg gehaast. Ik ben uit WFC gereden en Zoe heeft me daar opgehaald. Maar events in de ochtend vind ik gewoon echt heel moeilijk. Ik kijk. Oh nee, elektrisch. Wij gaan nog even een parkeerplek zoeken en dan zien we jullie zo weer. We zijn aangekomen en we zijn gezellig hier aangesloten. Amber is blij deze ochtend. En de tafel ziet er weer super lekker uit. Alleen maar lekker eten. Alleen maar lekker eten inderdaad. En echt een leuke locatie. Ik zit weer bij Romy. Net als de vorige keer. Gezellig. En we gaan iets op mijn lippen doen. Dus we gaan dit eventjes eraf halen. En we gaan een bronzertje doen en een blusje. Allemaal van de nieuwe lijn van Anastasia. So I'm excited. Zitten we te filmen? Je bent een heel mooi man. Oh, dankjewel. Van je eigen lijn? Ja. Je hebt alleen de brug nu? Ja. Of een beetje lipliner, maar die is al van het eten vandaag. Dus ik bedoel je weer. Ja. Dan blijft die lippen lekker. Dat gebruik ik nooit eigenlijk, maar is wel goed dus. Ja, het is eigenlijk voor verzorging. Dus als je wel lippen. In de ochtend doe ik al Elizabeth Arden, dus dat is op zich wel. Oh ja, die is heel goed. Ook dan op zich hoeft het niet, maar omdat we het nu toch aanbrengen, dan blijft het wat zachter. Moet je maar natuurlijk. Hij is op zich heel zacht voor zeg maar een make-up. Ja. Hij is heel zacht. Ja, hij is heel lekker. Ik heb trouwens een nieuwe two-piece van LA Sisters aan. En de link staat in de beschrijving. C-A-E-L-S.nl. Ik moet lachen om jou. Ik heb die vandaag zelf ook op mijn lippen, omdat ik dan wel over normale lippen vergeet natuurlijk. Maar ik ben dat toch weer dat mijn telling wat je hebt een beetje ook over. Wij zijn dat ook een beetje meer verkeerd. Maar is het wel voor lip? Of waar is het precies voor dan? Lip het glow? Kan je voor alles doen. Je kan hem om die make-up doen, eroverheen. Je kan hem een beetje verdegen. Als highlighter ga ik hem zo ook nog een beetje aanbrengen. Je kan hem op je ogen doen als je extra glow wil. Lippen dus ook. Veel dames is op de schouder gekomen, maar benen zelf is heel veel. Ja, lekker bruin. Zoe! Jij hebt ook een mooie look. Looking pretty! Wij gaan wat opschrijven op de wall. Wat zal ik opschrijven? I don't know. Wat zet iedereen erop? Oh, hebben ze een kusje aan? Mag ik ook een kusje zetten? Nee, dan gaan mijn lippen er weer af. Oh, maar ik heb die van mij al. Ga niet. Ik heb een beetje van een andere Amber is. Het is heel awkward zo. Voor mij was Amber. Wat? Oh my god. Oh mijn god, hij is wel echt goed gelukt. Haar zus, maar die is er niet. Oh ja, die is voor Amber jou. Zal ik ook zo. Ja, maar sorry. Maar het is allemaal hetzelfde toch? Ja, ja, je hebt echt een mooi geschreven, gek. Oh, dankjewel, schat. Ik ga zo'n mooi geluid erbij doen. Oepsie. Nee. Mijn neus. Zo.
Oké, jongens, dit is... Ik doe het zelf. Zoe heeft anders. Trouwens Alice's sister skirt aan. Army mini skirt. En alles staat in de beschrijving. Alle linkjes van de productjes. Yay! Kijk hoe leuk. We hebben een tasje make-up stash of Lois en Amber. Dus je kan er helaas niet bij zijn, maar ik heb wel dit voor de. Hoe leuk! Ze heeft LA Sisters aan. Represent! We zijn nu bij Kachichi. Ze hebben hier keybrillen. En deze vind ik zo leuk. Kijk eens zo. Echt leuk. I love it. Oh ja. Oh ja, dat is eentje. I'm in love met deze. Die zou wel kunnen. Hij is echt klein, maar ik kan er zo leuk overheen kijken. Leuk. I like it. We zitten lekker bij George Marina. En iedereen heeft avocado toast, behalve ik. En Hanna. Oh, lekker. Die doen nog niets. Eet smakelijk. Wij zijn van George naar mijn huis verplaatst. Yay. En we eten wasabi chips. En die is zo wasabi ginger, ik vind het echt lekker. We gaan kaarten. Ik had het echt niet verwacht. En pizza bestellen. Nee, echt. Ik had het echt niet verwacht. Handen opsteken als je pizza wil. Behalve Hanna. Zoe en ik waren dus samen naar de gift suite vandaag. En we hebben samen deze goodie bag over heel mijn bed uitgegooid. En er zitten echt super leuke dingen tussen. En deze vind ik echt zo top. Ik heb hem al even opgespreid vanmiddag. En I love it. Het is zeg maar gewoon een sun protector, maar dan gewoon in spray vorm. En je hoeft het gewoon niet uit te smeren, echt. I needed this in my life. Hier ben ik heel blij mee. En verder, wat ik ook echt nice vond, dat is dit. Het is zeg maar een tanning spray. En even kijken of jullie het zo kunnen lezen. Het is inderdaad gewoon een spray. En een soort water spray. En het is hydrating en je wordt er gewoon bruin van. Maar I don't know. Het is self-tanning water. Dus eerst dacht ik, moet je drinken en word je dan bruin. Maar het blijkt dus gewoon een spray te zijn. Dus ik ben echt super benieuwd hiernaar. Lijkt me vooral in de winter heel fijn. Maar kijk ook dit. Het is gewoon doorzichtig dus. Echt als water. Maar het is dus wel gewoon tanning. Dus ik ben heel benieuwd naar deze. Verder nog meer sun protection. Je kan jezelf niet genoeg beschermen tegen de zon. Dit is ook echt handig. Hier kan je zeg maar muesli in doen. Met yoghurt voor onderweg bijvoorbeeld. Een schattig haar elastiekje. Die is van dit elastiek. En een maskertje. Heel fijn altijd. Een moisturizing shampoo van Bamboo. Oh, deze is zo lekker. I love deze. Mijn vader vindt deze ook echt heel lekker. Deze is echt top. Lemonade. Oh, dit is ook handig. Dit doe je zeg maar in je wijn en dan blijft je wijn gewoon koud. Volgens mij. Dus dan, ja. Keeps your wine perfectly chilled. En ja. Ook echt top. Some muesli. Voor hierin. En dit hoort dus nog bij de tanning spray. Verder ook nog het make-up tasje dat ik vanmiddag ook al laten zien. Maar er zitten echt heel veel leuke dingetjes in. Zo is het even makkelijker. Een mooie blush. Met peachy tones. Dat is echt top voor mij. En een liquid glow. Die is zo nice, jongens. Jullie moeten deze echt gaan checken. Je kunt hem dus gebruiken gewoon onder je foundation bijvoorbeeld. Maar ook gewoon echt als highlighter, als oogschaduw. Hij is echt top. En een lipstick. Heftig kleurtje, maar kan heel leuk zijn voor de zomer. Stargazer. En wat is dit? Een lipgloss. Beetje peachy. Of nou ja, toch meer roze dan peachy. En wat is dit? Liquid lipstick. Oh, Dolce. Oh, deze ziet er heel mooi uit. Verder zitten er echt nog meer leuke dingen in. Maar heel mijn bed ligt al vol, zoals jullie zien. En dit waren toch wel de leukste. Oh ja, en dit vond ik ook nog wel nice. Dit is een pillow mist. En dit is zeg maar stress relief. En dit is gewoon heel fijn om op je kussen te spuiten voordat je gaat slapen. So I really like this. Thank you so much, friends of the brands. Hoi guys, long time no see. Het is vandaag woensdag en het is nu 6:08. En ik ga nu richting Kiana. We gaan even terrasje pakken bij Izakaya. En ik heb Kiana lang niet gezien, dus we moeten veel bijbespreken. So, daar heb ik even zin in. Vandaag was een drukke dag op werk. Selma kwam eventjes langs, nieuwe itempjes halen.
En ja, dit heb ik aan. Gucci sweater, zo'n ja, legging van de Primark. En dan heb ik, even kijken, nieuwe Yeezys aan. En ik heb die nieuwe Yeezys besteld bij, ik ga jullie even de Instagram laten zien. Yeezy Worldwide, zachter. Kijk. Hier heb ik dus mijn Yeezys besteld en ze hadden ze best wel snel. Volgens mij binnen 2 weken had ik ze al. Ze moesten helemaal uit Amerika komen. En ik heb ze nu eindelijk en ik ben super happy met de shoes. Ja, ik ga nu even lekker eten en dan zie ik jullie zo weer. Oké, guys, even een vraagje. Zoals jullie weten is Drake's nieuwe album uitgekomen. Wat is jullie lievelingsnummer? Ik luister het echt nu al een tijd. En ik denk dat ik Map Thuis leuk vind. Ratchet Birthday vind ik leuk. Welke nummer in mijn feelings vind ik leuk? Ik was een beetje afgeleid, want ik zie dat ik nog maar 65 kilometer moet rijden. Dus ik moet even denken. En ik zie net een tankstation. Dus dat ga ik eventjes doen. Maar ja, laat even weten in de comments welke nummers jullie leuk vinden. Oh, en ik vind die met Michael Jackson leuk. En ik vind Bloedtint leuk. Ik vind nu wel een aantal leuk. I love it. Look who I picked up. My girl, KK. En kijk hoe mooi haar haar zit, jongens. Rated from 0 to 10. On the beach they did it. I love it. It's so cute. You look beachy. Dit is echt lekker. Truffle scallops. Ja. En we hebben Ida Mama. En we hebben nog wat dingen besteld waar we wachten. En my face. Mais. Zo lekker dit. Food keeps coming. Wat is dit, Kay? Leg jij het eens uit? Wat is dat? Ik heb die nog nooit gehad. Scallop en truffle. Ja, right? Yeah, with sweet mine. Scallop with shrimps as well. And over here you have a scallop, a truffle sauce with yuzu. And this one is baby spinach salad. Yeah, this one is the best. Thank you. Crispy leaf, parmesan, dried miso, yuzu, olive oil and truffle oil. Okay, perfect. Thank you. Ik vind dit zo lekker, die mochis. Echt normaal. En Kiana vindt dit helemaal geweldig, maar ik voel dit niet zo. Mm. Maar mochis, vooral die cheesecake, oh my god, I can't. Is het heet? Oké. Oh, Okay, shall we explain to them then? Okay, Kiana die praat Engels en Nederlands omdat. Weet ik ook niet. No, you can talk both. Ja, toch gewoon niet. Ja. You know. Slecht voelen als ik het doof ben of zo. No, Kiana is very smart. She's actually one of my smartest friends I have. It's true. Like now she's gonna do a master, right? Yeah. So she's a smart girl. And that's all in English. So the whole damn thinking in English. But with and it's girlfriends, the native. Yeah, but it's crazy because sometimes we all speak English. A lot of times. I just can't find my word. Als ik even snel woord niet meer kan. Ja. Wat de woord als in furniture. Snap je, daar zijn we bezig in het Engels, maar dan switch ik naar Nederlands om dat te kunnen zeggen. Exactly. So we talk. I don't want to see it anymore. The comments, but what is it? Because that's just how we roll, right? Zo, ik ben nu inmiddels al thuis en het is volgens mij 10:30 en het is nog zo licht. Ik lig eventjes buiten, want het is best nog wel warm. En met deze ga ik de vlog afsluiten. Don't forget to like, subscribe. En dan zien we jullie volgende week weer.